Oranje Movies. Jongeren gasten, welkom bij het einde van 2015. Op Oranje Movies doen we de afgelopen 5 jaar nu al een jaaroverzicht waarin we het jaar bespreken, dus ook dit jaar. En 2015 is een van de meest unieke jaren om te bespreken. Want 2015 is het jaar dat Marty McFly en Dr. Brown uit Back to the Future aankomen in 2015. Maar wat hebben ze in godsnaam het afgelopen jaar gezien? Ze hebben gezien hoe de Tour de France door Nederland en België ging. Vandaar dat het ook de Tour de France heet. Ze hebben gezien hoe journalisten betere tackles in kunnen zetten op vluchtelingen dan het Nederlands elftal kan in de kwalificatie. Ze hebben gezien hoe fuck de koning, fuck de politie en zelfs een 8-jarig jochie met een alarmklok in opspraak zijn gekomen. En ze hebben gezien hoe de hele wereld een oxbord verward met een hoverbord. Er is een groot verschil tussen die twee. En met zoveel baggernieuws kan ik Herman de Scherman van de NOS geen ongelijk geven dat hij stopt met het nieuws presenteren. Het ideale eraan was zelfs dat Tariq Z direct ging solliciteren om het nieuws te presenteren. Misschien heeft Tariq wel die video gezien van Shia LaBeouf. Wil je het nieuws presenteren? Just do it! En afgelopen jaar stopte K3 ermee. Die gingen een nieuwe K3 zoeken in een televisieprogramma op zoek naar de nieuwe K3. En ik heb dat programma gekeken voor maar 1 grote stille reden. En dat was eigenlijk dat ik stiekem hoopte dat Tariq Z het programma ging presenteren. Oké, ik wil in de nieuwe K3. Ik kon het NOS niet presenteren, maar K3, dat kan ik wel. De rechtszaak vanwege de gijzeling die Tariq Z heeft gedaan loopt nu nog steeds. Alleen afgelopen week las ik iets in de krant. Dit is onderdeel geweest van Series Request en wat er staat is dit. Eigen zendtijd op televisie. Voor wat zendtijd op televisie bij de NPO 1, 2 of 3 moet je iets meer neerleggen dan €2.950 en dan heb je 2 minuten zendtijd. Tariq! Zie je dit? Waarom, Tariq? Je had toch gewoon kunnen wachten even tot Series Request en leg je €2.900 neer en dan kan je iedereen uitschelden op de tv wat je wil. Dit jaar was wel echt het jaar voor de nieuwsmensen, want Rick van Westerlaak heeft Wie is de Mol gewonnen en Deborah van het RTL Weer heeft Expeditie Robinson gewonnen. Niet dat het weer in één keer interessanter wordt door Expeditie Robinson. Als ik interessant weer wil zien, dan kijk ik wel naar Armenië. Dit is hoe hun het weer dit jaar hebben gepresenteerd. Kunnen we anders niet het volgende Geen Stijl referendum hierom doen? Dat we dit soort weervrouwen ook in Nederland krijgen? Dan kijk ik vaker het nieuws. En als ik dan toch 1 weersvoorspelling mag doen, dan voorspel ik vanavond heel veel nattigheid. Het was sowieso een raar jaar. Ik bedoel, Gerard Joling heeft iemand aangereden op straat en aan de andere kant werd Gordon aangereden door iemand. Alleen die persoon reed door. Ben ik de enige die hier een soort lijn ziet? En anders, hashtag pray for Gordon. En vanaf Gordon is het een hele kleine stap naar Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner is namelijk een man die zichzelf heeft om laten bouwen naar een vrouw. Omdat hij zich daar fijner bij voelt. Wat trouwens grappig is, want er zijn meer gevallen dit jaar. Er is bijvoorbeeld ook een tienermeisje wat zich heeft laten veranderen in een man. Misschien kennen jullie die beter onder de naam Justin Bieber. Ja, ja, Bieber, je bent nu voor de 5e keer op rij in een van mijn jaaroverzichten. Applaus voor jou. En daarom hier een foto van Justin Bieber met een veel te groot broodje in zijn handen. Ja, dit is serieus in Amerika nieuws geweest, dat Justin Bieber zo'n groot broodje eet. Oprecht kan ik op 1 gemiddelde middag veel meer eten. Wat? Hey! Shit, Stuk TV zit een illegale rave party in mijn tuin te houden. Hey, ga weg man! Ga bij andere YouTubers in de tuin! Dan naar de Tariq Z. Wat? Ja, dit doet me denken aan die ene keer dat de Feyenoord supporters alles kapot gingen schoppen in Rome. Wat ironisch is, want ik bedoel Feyenoord-Rotterdam. Rotterdam hoort als de beste te weten hoe het is als je stad vernietigd wordt. En nu we het hebben over rebellen, terrorisme en aanslagen, er is natuurlijk 1 verhaal wat ik met jullie moet delen. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van een klein groepje rebellen wat aangevallen wordt en vervolgens wraak neemt door middel van een grote aanslag te plegen. Iets waar we niet over kunnen praten met z'n allen. En dan heb ik het niet over ISIS, maar ik heb het over Star Wars. Want Star Wars gaat tenslotte ook over rebellen die een hele grote aanslag plegen. Even serieus, ik denk niet dat Star Wars draait in het Midden-Oosten net zo goed als dat 50-20 grijs ook niet draait in het Midden-Oosten. En dat kan ik natuurlijk heel simpel uitleggen, want beide films zijn voor 12 jaar en ouder. En de vrouwen van de ISIS-strijders zijn nog maar 10. Dus 2 jaartjes en dan mogen ze naar de bioscoop. En de reden dat ISIS-strijders natuurlijk vechten is voor de 72 maagden. Voor ons in het Westen is dat zoiets als Susan Boyle, Viola Holt en Steve Carroll. Althans, Steve Carroll in die ene film. Leuk feitje, Adolf Hitler was ook een maagd. Als sterrenbeeld, maar toch, hij was een maagd. Er is een kans dat je jezelf dan opblaast en dan vervolgens staat Adolf Hitler over de keukentafel gebukt. En dan kan jij erachter. Genoeg over Hitler en ISIS, tijd om te praten over geld. Want er was afgelopen jaar meer dan genoeg geld. Wij in Nederland bleven maar geld pompen in Griekenland. Donald Trump wil als een geld pompen in een muur tussen Amerika en Mexico. En Mark Zuckerberg geeft al zijn geld weg aan een goed doel.
Alleen is dat goede doel wel direct van hemzelf. Dus geeft hij al zijn geld aan zichzelf op een rare manier. En omdat het oud en nieuw is, ga ik 45 euro investeren in het Bardo Fonds. Het Bardo Fonds helpt arme Bardo's de heel Nederland betere YouTube filmpjes te maken. Dus tada, geld geïnvesteerd. Dankjewel Mark Zuckerberg voor deze tip. En terwijl er overal op de wereld in één keer geld is, is overal geld behalve bij de V&D. Die is bijna failliet. V&D heeft toch geld laten verdwijnen en dingen laten verdwijnen is ook echt wel een thema geweest in 2015. We kwamen om in de tover, goochel, illusieprogramma's. En op tv kijken naar dingen die verdwijnen is natuurlijk van alle tijd. Ik bedoel, 10 jaar geleden keek heel Nederland naar Joren van der Sloot. Die een meisje liet verdwijnen. Overigens was er dit jaar ook gewoon een heel persoon verdwenen, namelijk Mark Rutte. Tijdens de aanslagen en alle paniek die we hier beleefden was Mark Rutte nergens te bekennen. Of ja, hij bleek in de Coca-Cola fabriek te zitten. Ik denk een klasseuitje met het kabinet of zo. Net zo goed als dat alle munitie van het leger is verdwenen. Soldaten moeten nu in de bosjes zitten en bang roepen. Dit is serieus. Bang, bang. Generaal, ik zie ISIS-strijders in de bosjes, wat moet ik doen? Oké, bang, bang, bang. Generaal, ze schieten terug. Ik ga... Ik ben geraakt. Nee. En dit is dan het Nederlandse leger wat ons moet beschermen tegen de terror-oehoe, omvallende hijskranen in Alphen aan de Rijn of hele slechte kindernamen. Zoals Xes Xava. Serieus, Wesley? Xes Xava? Als je veel publiciteit wil, had je kind ook gewoon Saint kunnen noemen, zoals Kanye West. Alhoewel, neem nog 2 dochters erbij en geef die ook allebei een naam die begint met de X. En dan heb je gewoon de X-Woman. En dan kunnen de X-Woman misschien wel een onschuldige burger in nood redden die aan het stikken is tijdens de condoom challenge. En anders, als de X-Woman zelfs niet werken, dan kunnen we misschien net zo goed een heel eendenleger nemen. Er verdwenen misschien dit jaar wel heel veel dingen, maar er werden ook bepaalde dingen gevonden. Zoals bijvoorbeeld het bonnetje van de Teven-deal, waardoor Teven en Opstelten moesten opteven. Optieven, opteven. Nu moeten beide mannen ergens anders gaan solliciteren naar een nieuwe baan. En als je een nieuwe baan zoekt, vraag dan Tariq Z. Want die jongen weet precies hoe je een baan kan krijgen. Of nee, wacht, we hebben natuurlijk nu het verhaal gehoord van het leger, dus je hebt geen wapen meer nodig, maar bang, bang, dat moet je doen. Dit is een gijzeling, ik wil het RTL Nieuws presenteren, oké? Anders roep ik pang. Dat wil je niet. Als ik pang ga roepen. Oh. Maar als je dan gaat solliciteren, doe dan vooral je allermooiste jurk aan. Zoals bijvoorbeeld die zwart-blauw. Wit-gauw. Blauw-zwart-wit-gouden. Nee, weet je wat? Doe gewoon je treintje Oosterhuis jurk aan, hè? Een beetje borst en je wordt aangenomen. En rij natuurlijk in stijl. Wat dacht je bijvoorbeeld ervan om te rijden met een hele dikke BMW? Dikke BMW, jongens. Die video was echt briljant. Er was alleen 1 extra dingetje waar ik toch de hele tijd op aan het hopen was. En dat was dat de Russen langskwamen van de Stop at Douchebag Movement. Dat ze gewoon zo'n sticker op de voorruit plakken bij de minister. Alleen kijk eens 1 keer naar buiten. Er is bijna geen winter meer. De Noordkap smelt, dus we kunnen niet meer met de auto rijden. Vliegtuigen storten neer alsof het niks is. Dus we moeten allemaal vanaf nu gaan reizen met de trein. Nou, nee. Alles behalve dat. Want de NS heeft al aangekondigd dat door middel van een heel klein foutje in het systeem, dat er nu de helft van de treinen gaat rijden in 2016. En ze hebben ook al bezuinigd op de schoonmakers, dus de geruchten gaan nu de ronde dat de treinplasser vanaf nu de ramen gaat schoonmaken met een bepaalde vloeistof waar we het niet over gaan hebben. En in 2016 zal de leeuw niet meer gaan brullen, want Nederland gaat niet naar het EK. Maar wat had je verwacht als een heel elftal zich zo kleedt? Oké, het was misschien niet het hele elftal, het was maar 1 iemand uit het elftal, maar toch! Ik lijk wel een mollige cowboy uit de jaren 70 film. En natuurlijk, de ene leeuw stopt met brullen en vervolgens wordt de andere alweer afgeschoten. En dat gebeurde als hobby van een tandarts die even een leeuw doodschoot. Hé, wat ga jij doen na komend weekend? Huh, de Efteling, ja? Ik ga een leeuw doodschieten. Ik heb er zin in. En misschien kunnen we wel vragen aan die tandarts of hij misschien het bloed van de leeuw wil gaan drinken. Want een paar jaar geleden gebeurde ongeveer exact hetzelfde. Toen dronk 1 man heel veel tijgerbloed, Charlie Sheen, en die heeft nu AIDS. Voor de rest waren de grootste explosies van dit jaar te zien in China. Daarnaast ben ik ook bang geworden voor de roltrap omhoog, dankzij China. En is er water gevonden op Mars, alleen dat heeft dan helemaal niks met China te maken. Sterker nog, er is een aarde 2.0 gevonden. En daarom wil ik graag dit jaar afsluiten met een gedichtje wat ik heb geschreven over de aarde 2.0. Er is een aarde 2.0, chill, dan kunnen we dit gerucht eindelijk verlaten. Geen Netflix en chill, geen EK, geen relatie tussen Ronaldo en Badr Hari. Enkel verlaten straten. Kung Fury, Mad Max, Jurassic World waren dan nog wel pittig nice. Ook waren daar dan nog Sepp Blatter en heel veel Loverboys. Maar ja, dat zijn dan de details. Je leeft nu voor altijd voort. Na je overlijden is daar een krol die je feliciteert.
Pas na een foto van een overleden kind zat heel Nederland verkeerd. Verstappen die knalt, rugbyspeler geeft zijn prijs weg en Schippers zelfs goud. Zayn verlaat One Direction. Hoezo was dit jaar dan zo fout? Ik zal iedereen missen als ik op een nieuwe aarde 2.0 woon. Maar misschien moet ik daar wel oprotten, want op die nieuwe aarde ben ik tenslotte de allochtoon. Stop met het spelen van John Lennon Imagine. Je verpest mijn humeur. Maar desondanks hou ik hoop en ga ik terug. Back to the future. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Maar ja!